In de Magic Bullet! Zo'n leuke roze café, meer ruimte. Trouwens, heel veel vragen over deze top op Instagram. Er komen hele leuke giveaways aan rondom mijn verjaardag. Goedemorgen! Nou ja, eigenlijk goedemiddag. Het is al een uur of vier nu. Het is woensdag ook, want mijn vlogcamera is nog steeds stuk. Het duurde even 2 dagen voordat ik een andere kon lenen ergens. Dus vandaar dat hij op een andere dag begint. Vandaag is een lekkere hectische dag. En ik had vanochtend 2 afspraken. 1 met mijn agent en 1 met een journalist die over modern feminisme schrijft voor de Metro. Een interview. Dus toen was ik even op kantoor. Nu ben ik thuis. Nu ga ik naar Shownieuws om een trend item op te nemen. En daarna heb ik de uitzending. Tussendoor probeer ik ook nog dingen weg te werken. Dus lekker hectisch. Ik ga snel die kant op. Ik ben lekker bij Show en mijn make-up is gedaan. En Maurice is lekker naast van me. Ik ben nog helemaal ondergoed. Maurice heeft altijd van die hele lekkere ondershirts. Hele zachte. Die volgens mij heel lekker zitten ook. Ik ben even aan het twijfelen tussen de ene polkadot of de andere polkadot. Maar volgens mij heb ik dit al een keer aangehad. Dus kijk voor dit. Op een gegeven moment weet ik het gewoon echt niet meer. Dus ik gok soms maar een beetje. Dus dat. Deze uit de snippenfamilie ruk. Wat drink jij, Maurice? Ik drink Cola Zero. Colaatje. Oh, lekker. Dat wil ik ook. Ik zag jou ook net een banaantje pakken. Echt wel. Doe jij nog jouw super workout? Zal ik het verhaal van dit ondershirtje even vertellen? Ja, vertel even het verhaal van dit ondershirtje. Nou, kijk, het is natuurlijk helemaal niet sexy of zo, maar dat nou. Niet. Want je ziet het ook normaal niet. Nee, dit is van Uniqlo, het Japanse merk, wat je vreemd genoeg nog steeds niet in Nederland in de Dat is toch gaat. Super raar. Overal ter wereld heb je het, maar online kan het wel. Ja. En dit is, dit is een speciaal spul wat ademt. Even aan voelen hoor. Spierballetje er ook onder. Ja, toch? Maar dit is dus echt een ideaal ondershirtje, want je krijgt nooit transpiratievlekken. Ja. En omdat het huidskleurig is, kun je het ook onder een wit hemd dragen, zonder dat je dan zo'n lelijk t-shirtrandje in je wit hemd zit. Snap je? Super tip! Ja. Ik ben een beetje buiten adem, want ik ben met de trap gegaan en ik ga hier altijd met de lift. Hoe het eigenlijk gaat meestal hier is dat we eerst de onderwerpen doornemen. Dan ga je even de visagie in en dan hebben we generale repetitie. Doen we alles even 1 keer. En dan gaan we nog even de laatste puntjes op de i zetten en dan gaan we live. Ik ga nu nog even 1 keer het draaiboek doornemen en wat dingen aanpassen in mijn teksten. Ook al doe je eigenlijk alles gewoon uit je hoofd natuurlijk op dat moment. En dan ga ik zo naar de andere ruimte toe. Dit is het traphuis, vind ik altijd een beetje creepy, alsof je in een CSI zit. Ook heb ik dus nu een blaasontsteking opkomen. En voor degenen die hier ook vaak last van hebben, dan weet je hoe dit echt binnen 10 minuten gewoon een helse pijn is en hoe het opkomt. En je meteen weet dat dat het is. En meestal krijg ik dan niks meer mee bij de apotheek, maar nu heeft Jordi dus gebeld en krijgt hij dus toch een recept. En dat gaat hij nu ophalen en hier naartoe brengen, wat ik echt zo lief vind. Dus ik ben even aan het brainstormen over hoe ik ook wat lieve romantische dingen voor hem kan doen. Hij is ook bijna jarig, dus ik heb wel een goed plan ben ik aan het smeden. Dus misschien zie ik die zo ook nog even. Ik heb een tasje vol pilletjes en cranberry sap. Dus ik kan het loslaten en nu even de studio in. Fijn, fijn, fijn. Nou, oké, dan ga ik jullie daar zo meteen even wat over vragen naar de instart. Ja, leuk. Jordi maakt een ontbijtsmoothie voor ons in de Magic Bullet. Wie kent dit nog meer van Telcel van vroeger? Het enige Telcel-product dat daadwerkelijk werkt. Het is geweldig. Ik vind Jordi altijd zo lief. Oh nee, mijn vorige vlog was wel heel erg romantisch. Ik stop nu even. Mag ik nu nog eens zeggen wat we haten van Jordi? Jordi is heel ongeduldig. Is het toch zo? Ja. Oké. Okay. Ongeduldig en een beetje koppig. En een beetje koppig? Dat is het. Nou ja, maar niet koppig. Koppig en ongeduldig zijn denk ik de ergste. Nou, dat is niet zo heel erg, hè? Dat is vanaf als ik de hele tijd koppig en ongeduldig ben. Mag ik dit doen? Ik vind het zo leuk. Goedemorgen! Wat zijn mijn slechtste eigenschappen? Ongeduldig, ook.
Van mij? Dude, geef je soms iets en neem je geen tijd om het te lezen, omdat je het te lang vindt. Ik ben net bijna op mijn fiets gevallen en het is ook heel erg. Het is nu zo erg huilen. Ook omdat ik denk ik gewoon iets te gestrest ben en alles komt dan even naar boven. Nu ga ik aan de slag aan een artikel dat ik geschreven heb. En ik heb even een printje uitgekozen. Want ik soms moet bijna even ergens anders te zitten dan thuis. Want dan kan je meteen in je concentratiezone lopen. En ik ben nu bij Stephen Fingers. Waar ik eigenlijk nooit kom, maar wat er heel leuk uitziet. En Jordi heeft hier ook met een band afgesproken, dus dat is het. Even langs huis gegaan en nu ga ik nog even bij het Conscious Hotel zitten in Vestel Park. Het is helemaal nieuw en ze hebben hier zo'n leuke roze café, meer ruimte. En ik ben er ook nog foto's van, maar ik vind het heel lekker rustig midden in het park. Misschien niet meer als ik dit nu aan iedereen ga tippen, maar tot nu toe is het wel een chille plek. Samen met Jessie. Hoi. Hallo. Het is weer een hele zonnige dag. Ik ben helemaal de kluts kwijt ook qua dagen, omdat de zon steeds schijnt. En dan denk ik dat het weekend is of iedereen zit buiten. Het is heel verwarmd allemaal. Het is natuurlijk een soort feestdag of zo, dus het is heel lekker rustig overal. En ik kan heel veel wegwerken, dus dat is fijn. Verder zijn we eigenlijk gewoon lekker rustig hier aan de slag. Dus dat is heerlijk. Ik heb vandaag een oversized overhemd aan met hele lange mouwen. En mijn Celine oorbellen die zoveel lawaai maken. Ik heb gewoon een soort ringtone in mijn leven. En, ook wel heel leuk, er zijn net wat pakketten binnengekomen. Die betrekking op jullie hebben. Want er komen hele leuke giveaways aan rondom mijn verjaardag. Ik ben 7 juni jarig. Ik zeg niet hoe oud ik word. Of hoe jong. Forever 21. En ik ga dus allemaal hele coole dingen weggeven. Zo zijn we allerlei leuke pakketten en verrassingen aan het samenstellen om het eigenlijk met jullie samen te vieren. Dus dat wordt heel leuk. Dus ik ga zeker zeggen, eerste week van juni, check even goed het kanaal. Houd het in de gaten. Hey babes, het is vet lekker weer. Dus ik ben even een broodje aan het halen buiten. Ik zit nu even hier op de grond, omdat ik aan het bellen was. En ik ga even lekker naar de stag, waar ze mijn lievelingsbroodje met avocado hebben. En een soort tomatensalsa en parmezaan. Super lekker. En ze hebben ook hele lekkere koeken met spelt en haver. En in principe is gewoon alles in die winkel iets wat ik op wil eten. Ik wil ook zo graag dat ze bij mij in de buurt een keer gaan openen. Bij Westerpark. Ik mis het echt onwijs. Ik zou al mijn eten daar halen, de hele dag. Ze hebben ook van die popcorn in chocola met karamel gedipt. Niet te doen. Ik ben echt aan het smullen van de zon. Het voelt zo lekker. Ik merk ook wel dat de zon meteen invloed op me heeft. Ik voel me nu alweer een stuk beter dan gisteren toen ik even een dipje had. Je wordt er iets relaxter van en iets vrolijker en je hebt iets meer energie. Dus dat is echt wel fijn. En het is ook heerlijk dat het nu zo rustig is deze dagen. Ik voel me best wel efficiënt. Dus dat is een goed gevoel. Dat is ook wel nodig, want volgende week is het Linda deadline week. En dan is het altijd flinke rammen. Dus hoe meer ik nu gedaan krijg, hoe beter ik volgende week me kan focussen daarop. Ik ben benieuwd. Oh, het is zo spannend weer. Dat wordt echt een tof, interessant nummer. We maken ook echt wel een soort politiek statement met de cover. Wat eerder natuurlijk niet echt aan de orde is geweest nog. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie daarop reageren. En of mensen het überhaupt in de winkel durven te leggen. Maar ja, je moet gewoon af en toe een risico nemen, dacht ik. Ik heb net een afspraak gehad bij de interieurontwerpers die mijn badkamer gaan verbouwen. En dat was eigenlijk heel snel en heel leuk. En iemand die chips aan het eten. Hallo. En we hebben allerlei knopen doorgehakt en ik heb akkoord gegeven op de begroting. Dus het gaat er nu echt van komen. Superleuk. Ik zal wat meer filmen als er ook echt iets is om te laten zien. Nu is het gewoon een gesprek, dus ja, het is niet zo spannend. En nu ben ik lekker bij Jordi thuis. We hebben gegeten en nu gaan we op de bank O.J. Simpson, ik denk, afkijken. Dat we daar wel aan toe komen. En morgen gaan we naar Brabant. Even de routes opzoeken.
Ja, hoi. 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 Ik ben lekker in het huis van Milan en Kirsten, oftewel mijn vriendin. Wie zijn dat? Wat mijn lievelingshuis is. Super mooi huis, met een visgraat vloer en glas en looddeur en allemaal leuke spulletjes. Kirsten denkt, als ik me niet op de vloer doe. Ik zie dat gewoon, hè. Jij denkt dat ik op mijn cameraatje gefocust ben, maar... Niets is minder waar. Ik zal niet Kirsten in beeld doen. Jordi wil wel in beeld. La la la. Echt zo'n mooi huis. We zijn de auto op aan Haarland. We gaan nu naar Brabant crossen. Oude bestjes opzoeken. Dat ziet er niet goed uit. Bloemetjes! Veel niet in de vloer. Mika, vertel eens wat over je stijl. Ik heb alleen blauwe pakken. Ja, lekker jongen moet je ook van kappen. Staat er goed. Roadtrip! Hoe kan dat? Ja, we zijn in Brabant. Je knippert die. Rood, groen. Jordi is helemaal in de war dat de voetgangers hier vaak groen krijgen. Maar ik denk dat het Brabants is. Nee, maar dat slaat nergens op. Kijk, hier knippert die. Knipper, rood. Ja, waar. Kill me. We luisteren 90s hits. Die ons heel erg doen denken aan toen we nog jong waren. Even met mijn voetje het harder zetten. Oh nee. Nee. Ah. We zijn nu bijna in Roosendaal bij mijn opa en omaatje. Super. Ja, je moest er eraf. Waarom zegt hij 800 meter? Oh. Ik heb de tuin bij mijn opa en oma. Oma Nel en opa Lambert. Opa heeft een heel swag petje op en een wandelstok. Ook mijn vlekkere worstenbroden gehaald. Laat jullie even zien. Ik heb er een worstenbroodje, jongens. Ik heb er al twee op. Jee! Oh, nee, maar. De dingen die je laat liggen, mag je meenemen. Ja, dat is wel. Deze jongens gaan sowieso mee. Oma, hoe lekker vind je worstenbroodjes? Nou, het zijn heerlijke Brabantse worstbroodjes, hoor. Dat kun je nergens beter krijgen dan hier. En deze lieve kleine twinnies. Milan en ik, met opa. Zo lief, met zijn trainingspakken. Piepkleine voetjes. Zo schattig. Dit is dus een oude foto van mijn moeder, die ik zo schattig vind. Ze vindt hem heel stom, maar ik vind het zo lief. Hoe ze zo die spatel van als je zeg maar taart bakt of zo, is ze die stiekem aan het aflepperen. Dat is zo schattig. Kijk. Mamatje. Zo lief. Lijkt ook echt op mijn broer, vind ik zo. Die ogen en wenkbrauwen. Nu in de gang. En hier staat ook een hele lieve foto van mijn opa en oma. Toen ze net verkering hadden. En dan gingen ze altijd... Of was dit toen ze net getrouwd waren, weet ik niet meer. Maar het ziet er zo uit als een andere tijd. Ik vind het zo grappig. Kijk, zo lief. Dat is wel een leuke jurk voor mijn oma. Trouwens, heel veel vragen over deze top op Instagram. Die is van Gunny en ik kocht hem bij de Bijenkorf met echt 60% korting of zo. Dus het is echt wel de moeite waard om daar de laatste sale een beetje in de gaten te houden. Want ik scoorde altijd van goede dingen. Dus hij was echt, weet ik veel hoeveel, 200 euro bijna, wat ik zelf wel een heftige prijs vind. En nu was hij iets van 67 of zo. Top dingen. Dit lengteverschil. Lekker. Lekker, lekker allemaal. De asperges. Oma lekker van... Brigitte Bardot ruitje aan. De asperges van oma Nel. Ik ben iets groter dan oma Nel, hè? Een klein beetje. Goedemiddag. We hebben Brabants top 2 gemaakt bij de oud-tante van Jordi, die in de buurt van Venray woonde. En nu is het 8:10 en gaan we nog door naar Eindhoven, waar mijn ouders natuurlijk wonen. Mijn ouders zijn heel vaak in Amsterdam, bijna elk weekend, dus die zien we best wel veel, maar altijd daar. En ik kom dus nooit meer in Eindhoven. Gek genoeg heb ik gewoon dat hele gedeelte van mijn leven bijna niet meer toegankelijk in mijn brein. Ik weet er gewoon niks meer van. Ik denk er niet meer aan. Ik weet niet meer hoe Eindhoven precies nu uitziet. Want ik kom er natuurlijk nooit meer. Maar het schijnt echt heel leuk geworden te zijn. Ook met Strijd S en nieuwe winkels en dat soort dingen. Dus ik heb wel een nieuwe waardering ervoor. Maar ik heb gewoon niet echt de tijd om er veel naartoe te gaan. Nu dachten we, oké, dan crossen we ook nog even langs Wil en Ien.
vinden ze natuurlijk vet leuk. Mijn ouders zijn ook mensen die, ik hoop niet dat ze dit kijken, maar die niet kunnen koken en die nooit wat in huis hebben. Het zijn schatten, maar dat hebben ze niet. We rijden nu even langs de McDrive. Wij eten bijna nooit fastfood samen. Ik eet nooit fastfood. Ik eet nooit fastfood. Nee, snap ik. Maar toch, die karamel zeezout McFlurry, wow! Die ik opeens zie, die is nieuw. Karamel zeezout McFlurry bord zie ik, dat is lekker, hé. En dan peppen we hem weer door naar Eindhoven. Lekker tegen het verkeer in. Wat ga jij nemen? Kip 20. Kip nuggets, hè? Ik ook het liefst. Kip nuggets, misschien een milkshake. Even mijn autobroek dicht doen. Ik ben me nu al aan het preppen op dat ik het niet meer pas zo meteen. Een minuutje, wat hebben we allemaal? We hebben één McChicken wrap. We hebben de McCrocket. We hebben kip 9. Klein frietje. Ja, prima. Ja. Yes. Klinkt niet gek. Hey, wat vind je van de accenten die je allemaal om je heen hoort? Heerlijk. En verbazingwekkend ook al. Sommige mensen vinden het ook gewoon te moeilijk om te volgen. Zeker hier op het randje met Limburg. Dat is maar even. We made it! En het is nog net licht ook. Zo leuk. Ik ben hier echt al lang niet geweest. Memory Lane en Jordi is hier dus voor het eerst. Yay! Heel mooie rhododendron. Ja. Ja, het is wel even iets anders dan een Amsterdams balkonnetje. Peppies! Yay! Heel mooie rhododendron. Ja! Joehoe! Ik ga de vlog even afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond en dat je ook een fijne week hebt gehad. En lekker een beetje kan genieten van de zon die af en toe naar buiten komt, zoals vandaag. Als je het leuk vindt om geen één vlog te missen, vergeet dan niet je even te abonneren. En dan zie ik je snel weer. Ja.